Ouwe, die Osiris staat letterlijk bij ons voor de deur. Kom weg. Kom weg, alsjeblieft. What up? Hey, what up, Hams? Wij maken progressie, jongen. We hebben hier gewoon twee fabrieken staan. Eén element fabriek. Die doet gewoon per één gasoline krijgen we één element. Dus dat slaat gewoon helemaal nergens op eigenlijk. Maar dat maakt niet uit. Stof. Tof om te hebben. En deze doet letterlijk per één gasoline alles geven. Wat er bestaat onderhand. Ook heel leuk en heel handig. En we... Hello. Gast, dat ding shine, man. Dat is niet normaal gewoon. Oké, leuk. Ja, wij zijn dus een beetje bezig met de proms. En dan wil ik dus nou ook mee verder gaan met de proms. Want het kan best sick zijn, denk ik. Maar we weten nog niet per se wat nou echt de overpowerde prom dino is die je moet themen om te slayen. Om de andere bossen te verslaan en zo. Maar daar komen we wel. We gaan alles uitvogelen voor jullie en ook voor onszelf. Maar eerst... Voordat we dat gaan doen is gewoon bij de 50, 60, 70, 80.000 abonnees. Arigmaat. Huh? Abonneer lekker. Huh? Nee, maar dat niet. Maar hieronder zag ik nog een demonic wezen lopen. Die we nog niet hebben. En ik ben ook gewoon heel benieuwd wat hij doet. Oké. Het was een skaap. Dat skaap. Geen skaap. Geit, maar gewoon skaap. Oh ja, maar geit is ook wel sterk. Ja, geit hebben we al. Maar skaap, ja, wie weet wat skaap kan. Ja, dat weet ik niet. Flap, flap. Hij is noggie. Oké. Okay. Heb je kibbel? Ja, dat is goed is wel. Hij heeft ook zo typisch neer als een schaap. Ja, maar het is een schaap, wat voor wachtje. Ja, maar het is een spel. Deze legt ook echt zo strak met de poten naar voren. Lol, oké, die monnik kibbel. Nou, eentje. Oh, hij is een algetame zo. Oh joh, ik weet geen eens waar je bent, ik zit je te zoeken. Oh, die monnik ovens pakt iedereen, jongen, hoppatee. Ride on the ovens. Hij kan kop stoten. Het gaat om de C, hè? Zo, die is waardeloos. Nice, heel nice. Oké, maar we hebben die monnik schaap erbij. Waardeloos. Heeft hij geen goede aanval met de C of zo? C heeft hij dus niks. Wat? Gewoon niks. Kan hij al chargen of zo? Ja, je kunt power-uppen natuurlijk. Nee, dit... Wow, gek, hier loopt die gekke tag broedmoeder. Oh, dat is je broedmoeder tag, ja. Nee, man, de schaap is echt best waardeloos. Wil je die broedmoeder slayen? Niemand schaap, ja. Ja, ik heb hem nog niet geleveld. Oh, dude. Ik heb even testen op de broedmoeder. Ik doe al 14k. Hoeveel levens heeft hij, man? Ja, 216k, maar zo. Oh, kom, pak hem. Ja, ik kun easy slayen. Pak hem. Meh. Ben je erbij? Ja, joh, hoppatee. Blub, blub, blub. Oh, ik zie je. Pak hem. Wat hebben ze jij dan? Geen idee. 32k, je hebt hem. Ja, hoppatee, niks te zeggen hier. Wat zit erin? Oh, je hebt hem al... Nou, er zat veel in. 500 Black Pearls. Oké, Silk, Element, Prome, Giganto, Sour Saddle. Die hebben we ook, Giganto. Ja, misschien kunnen we een Prome Giganto vinden, man. Als we die doen op Power versie, dan moet het toch wel sterk zijn. Ja, lijkt me wel. Ja, toch? Oké. Ja, of niet. Ja, dus is de sterkste dino normaal gesproken. Weet je wat? Ik ben wel gewoon even benieuwd of we een Alpha Prome kunnen knocken. Als je die kan vinden, be my guest, man. Ja, dan moeten we weer even de Creature Finder doorscrollen. Ik ben al bezig. Ja, even deze kaart bij de beest. Sowieso niet. Gewoon Alpha Rex dan. Nee, Chiefs hebben inderdaad gewoon geen torpen, dus dat gaat niet, neem ik aan. Ik heb wel een Prom Advanced Rex, maar dat is het niet helemaal. Maar je hebt dus ook nog gewoon al die gastjes, hè? Die Grenadiers en zo, ja. Ja, die zijn een beetje waardeloos, maar... Nee, joh. Nou, joh. Ik heb wel twee Prom Giganotos. Prom Giganotos, welke levels? 84 en 9. Okay. 84 klinkt als muziek in mijn oren. Dat klinkt op zich wel aantrekkelijk. Dit is een Prom Alpha Rex, level 243. Ja, volgens mij hebben we die al vaker geprobeerd om neer te schieten, ouwe. Ja? Maar je kan het proberen. Het is helemaal rechts onder in de map, op dat kleine eilandje. Oh, rechtsonder? God damn. Ja, gewoon teleporten. Easy. Hebben we dan een teleport staan? Easy, man. Maar ja, gewoon oude beest en dan kom je alweer op de helft. Waar is mijn teleport ding heen? Bij je handschoentje. Of je afstandsdingetje. Ja, oh, nou is... Huh? Oké, ik begrijp helemaal niks van. Wat gebeurt hier? Ik kan niet meer bewegen. Nee, ik kan letterlijk gewoon niet bewegen. Ik ben gedebuffed of zo, of er iets. Geen idee wat. Wat staat erbij dan? Ja, een oogbol. En ik werd helemaal groen. Huh? Ja, super raar. Kun je nu wel bewegen? Ja, nu wel weer. Als mijn teleport, denk ik. Oh, ik ben al letterlijk. Ah, ik ben gecrashed. Nee, ik ben gecrashed.
Ja. Ah oh, nee. Oké, okay, ja, weet je wat? Ik probeer hem ook met te knocken. Ja, doe jij dat? Ik ben er over een half uur. Ja, jij doet maar even 30 mods laden. Vreselijk. Ah ja, het zijn geen grote mods. Nee joh. Ja, hier loopt hij. De man, oh, dat is een corrupte Rex, die staat er ook nog bij. Die spyglass is zo waardeloos, hè? Ja, die moet veel langer blijven staan. Nee, 0 van de 0, die kan je ook niet kakzooi. Ja, je hebt dus nog die Giganoto in de 80. Ja, dan pakken we die, man. Ik vind het raar. Ja, en voor alfas kan ik misschien begrijpen dat die er alleen zijn voor de loot, weet je wel. Ja, dat is misschien wel zo. Maar als dadelijk echt alleen de sleeende dino's echt de bosses zijn die je kunt tamen. Ja, prima. Ja, nee, ja, sure. Dan ga ik maar even naar die Giganoto. What you doing? Ja, ik zit alles tegelijk te doen, maar alles gaat ook weer fout tegelijk. Een beetje ongemakkelijk. Oké, okay, ja. Ik ben er. En jij bent zeker pas bij mod 2 van de 30 onderhand. Nee joh. 3 van de 30. Wow, je hebt gewoon dikke 2 space whales naast elkaar joh. Wauw, hoe kun je die niet tamen? Oh nee, dat is ook een Prom Alpha. Helaas. Dat is wel leuk. Die wil ik hebben. Die wil ik hebben, ja. Come on, man. Ja, we moeten. We weten ook niet echt een goede progressie of zo, weet je wel. Dat is niet echt veel te vinden. 3! Mod. 3 bij elkaar! Ja. Come on, man. Oh god. Ja, ik. Ik ben er. Ik zie ze. Ze zijn wel vet. Ja, zijn ze dat? Zo! Dikke trek. Ja, die is zo genokt, die man. Hij is knocked! Oh bro, ik ben bij 8 van de 30, kom er zo aan. Nee, stink Archie, ga weg. Nou, hij is wel echt super sick man. Dus het lijkt een beetje op die giga die boven op die berg staat. Maar dan een beetje donkerder. Zwart, zwart, wit, grijzig. Ja, oh, sick. Maar dat is wel zin, er is nog gewoon 500 voet af, dan eet hij pas hè. 500? Na 500 voet eet hij pas. Maar dit ding werkt wel goed toch, teamhelper? Teamhelper werkt wel gewoon, maar... En wij zaten toen bij die wirf. En dan zaten we echt moeilijk lang te wachten... om 100 voet eraf te krijgen, zo'n 50 zelfs, 60. En toen kwamen we dus achter dat het een passive team was, maar... we hadden het sowieso naar de 500 voet eraf moeten laten gaan. Gasten waren letterlijk 2 uur bezig geweest met alleen voet. Nou boeien, daar hebben we toch over over. Ja joh. Nee. Ja, Cam. Ja, en het moment dat jij hem hebt, hè, ben ik weer terug. Ja, perfect, hè? Ja, perfect. Alsof het is afgestemd. Ja, dat was de bedoeling, zo. Ja, het is afgestemd, hè? Ja, het is allemaal afgestemd. Nou, nog eentje, en dan... Ik zet meteen bij de beest neer. Ik hoop dat hij meegaat. Gaat hij mee? Hij gaat zeker mee. Lekker pik. Oké, okay, nu zit ik er weer in. Ja, zit je erin? Ik word gehoekt door hyena's. Opdonderen. Ja, deze heeft ook al zo'n matige AP en alles. Ja, maar doe even XP pot hem naar de max, weet je wel. Heb je die nog? Ja, ik heb wel mediums. Ik gebruik wel mediums. Ja, het maakt niet uit wat je gebruikt, zolang ik maar gewoon even een paar levels erbij krijg. Ik zal je eens wat vertellen. Oh, nevermind. Ik vertel je helemaal niks. Nou, dat was een leuk verhaal hoor. Ja, nee, ik ga helemaal niet met z'n... ja, ik was even die Griffin kwijt. Oh. Oh ja, we moeten die kristallen dan maar even hebben. Oh, heb je bij de base of heb je hem daar nog staan? Ik heb bij de base. Ik heb ondertussen genoeg kristallen om weer zo'n power potion te maken. Oké, lekker. Ja, wat is dit, dan? Oh, dat is wel echt sick, jongen. Hier een normale dragon, die heb ik nog niet gezien. Een normale dragon? Ja, ik heb wel, maar die zijn best zwak. Ah, nee! Huh? Waar is die dood? Die zijn ook een Oh, dat is voor onze base, inderdaad. Oké, ik ga hem slayen met de giga. Of gaat dat? Ik ga weg! Stink clowns! Oh, die draaicirkel van die giga, jongen, dat zijn echt op de janken, hoor. Oh. Ja man, laat ik met een groep van 10 gigas gaan rijden. Aan de andere kant van de map. Ja, klinkt dat heel leuk hè, droomplan. Vaker doen. Hij heeft ook niks op zee. Nee, maar dat kan hij nog krijgen, dat doet mijn Archie ook niet. Oh, oké. Dodorex, Prom Dodorex, sleet hij echt easy. Oké, dikke AOE attack. Zal ik jou eens even helpen met dat ding? Ja, laat hem lekker uit, ik fix de power-up, ja, oké? Is goed. Ik ben even aan het testen wat hij allemaal kan. Maar hier heb je dan weer een Prom Alpha, volgens mij. Ram. Ja, het is niet per se, ja... Hoeveel damage? Ja, op zich wel wat. Per hap 36k. Oké. Okay. En met de AOE attack is het... ook 36, I guess. Heb je hem nou goed geleveld, zeg maar? Heb je hem nu...
Ja, hij is zo'n 70 levels omhoog in totaal. Oké, dan is het nu al veilig, toch? Haal even het zadel eraf. Haal ook even de kostbare loot eruit. Oh, je hebt ook van die grote banners nu. Ja, joh. Prom gold, dat is kostbaar. En de rest... Hey, wacht, deze... Hold up. Ja, huid is kostbaar, man. Huid is element. Ja, joh, gek. En ik zit even te kijken, ik kan deze helemaal niet upgraden. Ja, dan moet je zadel erop hebben. Dat is een beetje het gedoe. Oh, echt? Ja, ik heb nog een zadel voor deze, man. Ja, ik heb Mastercraft. Die wil ik eigenlijk niet... Ja, ik heb een apprentice. Gooien. Boeien. Ik doe apprentice wel. Oké. Okay. Oké. Okay. Ja, you ready? Ja, sure. DD, boom. Wat wordt die nou? Ja, power. Power, oké. Okay. Ja, het kan ook lightning, maar... Ja, doe maar power. Is het zadel bij altijd kwijt? Kan ik hem nog afhalen of zo niet? Ik weet het niet. Zo kan ik beter niet doen, hè? Nee, laat maar zitten. Dat ding blijft gewoon prom Dino Food maken. Komt ie dan? Oh, die zorgt ja, daar komt ie. Oh, wauw. Een moeilijke lange animatie weer. Er gaat gewoon weer zoveel gebeuren, maar ook zo weinig. Bruh, this is gonna be epic. Het wordt een Squirtle Blastoise. Let maar op. Oh. Dat is wel vet, jongen. Hoe maken ze dit überhaupt, die modders? Ja, gewoon met programma. Ja, wat is sick, hoor. Ja, yeah, is nice. Die zit gewoon echt... Hallo. Oh, hallo. Nou is weer level 124. Dat is matig. Ja, maar hij is wel... hij is wel cooler. Hij is wel cooler, dat is zeker. Ja. Ja, de base stats zijn iets omhoog. Dude, je kan hem weer transformeren. Echt? Oh ja, tuurlijk. Oh. I'm confused. Ja, ik heb er weer een nieuw zadel op zitten, dus... Eens kijken wat er gebeurt als we een keer doen. Ik denk dat we nog wel eentje kunnen. Ja, toch? Maar moet je hem dan eerst levelen? Kan ik doen, ik heb nog wel potions. Als je nog potions hebt, doe hem erin. Ja, het is meer, heb je dat kristal? Dat die 100 kristallen? Ik heb sowieso nog 136 in mijn inventory. Oké, top. Moet je die hebben? Nou, I'm good. Ik heb hem nu helemaal bij me. Ja, doe ik hem maar dat zadel weer. Gaat dan wel weg, hè? Ik maak wel even een nieuw zadel. Oh ja, is goed. Ik hoor iets wat mij niet bevalt. En nou krijgt hij in één keer super weinig HP erbij. Ja, dat is de power ding, denk ik, man. Maar de melee damage... De melee damage gaat wel flink omhoog. Ah. Die gaat echt belachelijk hoog nou in één keer. Oh, de Osiris staat hier wat te chillen. Ja, die kunnen we nu hebben. We hebben nu power diamond. Dat is wel sick. Dus die kunnen we oprecht hebben. Ja, denk je? Weet ik niet. Blijf. Ja, ik durf nog niet te bijten eigenlijk. Nee, doe me niet. Oké, die we erin en die we erin. Nou, nog een keer dan. Ik ben benieuwd of wie weet, jongen. Wie weet. Oh, wacht. Ik moet even Mastercraft zelf eraf, eigenlijk. Oh, shit. Hij is eraf. Ah, hij kraft nog. Oké. Haal hem eruit. Oké, het is fixed. Waar is mijn saddle? Ik heb hem. Oké, 187 is hij nu. En de HP en de... Oké. 3, 5, 7, 1, 2, 3. Kijk of hij sterker wordt of iets anders. Ja, dadelijk is het dat je meer kan omscholen of zo. Ja, maar kijk, als hij daadwerkelijk echt goede stats behoudt en steeds upgrade. Ja. Dan kun je iets seks maken. Zeker. Maar als je dat niet doet, dan is het een beetje kut. Wow, een Palm Giganoto. Oh my god, alweer. Ja. Stats zijn gereset. Ja, Gewoon... dus je kan dat letterlijk gebruiken om te Dino te herscholen, zeg maar. Ja is een hoeveel beetje... damage deed hij? Ja, weet ik nog niet. Ik kan hem niet getest met de nieuwe upgrade. Ouwe, die Osiris staat letterlijk bij ons voor de deur. Te chillen. Hij staat daar gewoon voor onze deur. Nee. Kom op. Kom weg, alsjeblieft. Heb je XP potions? Help even. Nee, heb ik wel, maar niet bij me. Kak. Ik ook niet meer. Nee, ik wil even weten wat die damage nou doet. Ja, yeah, sure. Ik haal ze wel even. Oké. Okay. Look at the sweet XP. Ja, of is het nou zo dat hij super hoge defense heeft, dat hij weinig damage krijgt of zo. Ja, het zou ook kunnen, man. Ik denk dat we deze gewoon even op het strand moeten zetten. Nou ja. Zijn AP is wel achteruit gegaan, toch? Ja. Dat is van 153k. Ja, voordat hij power upgrade had ik hem op 400k geleveld of zo. Ah ja. Nou ja, hij heeft wel veel melee nou. 13k. Hop! Oké, 265k, dat... Dat is behoorlijk wat. Is behoorlijk wat, zeker. Stel, hij doet dat op Osiris. Als hij dat op Osiris doet, dan is het zeker heel nice. Dan wordt het interessant. Ik zie een ra vliegen. Raa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 
Robin, dat zag ik al. Come on! Oké, ik sta op het strand ongeveer. Dat ding is moeilijk traag, jongen. Ja, zo! Hij doet ook gewoon volle 265 kappen pro Rock Golem. Dus misschien... Ik wil die Osiris slayen, bro.
Zullen we het gewoon proberen? We gaan altijd deze fouten en altijd. Ja, als dat ding dood is, dan moet ik niks uit eigenlijk. We kunnen het proberen. Ja, hij was hier net geland, maar hij vliegt nu even terug naar de base. Oké, als we hem even iets verder weg lokken. Ja, lokken, ja. Ja, waar ben jij daar? Ik ben langs onze base. Ja, ik kan hem lokken, maar. Oh, je bent daar. Ja, beter onderaan de waterval dan of zo. Ja, aan de andere kant. Ja, hij was een even goed te landen. Vlieg jij daar? Oh ja, daar ben jij. Okay. Ja, eiland, hier bij de brug. Waar ben je? Ik, bij de brug. Ik zie hem inderdaad. Oké, blijf er zitten, jong. Zorg wel dat alles op passive staat. Oh, eet! Eet! Hij doet niks. Sick. Sicke damage. Wat is dit nou weer? Oh, yo, dat is sick. Yo! Dude, dit is, wow, je hebt hem bijna dood. Nog één hapje. Ja, yo, bro. Oh. Ja. Zo. Blap. Oké. Ja, ik vind het mooi geweest. Nou, dat was geen great succes. Hoe? We hebben de kijkers nodig. We hebben de broeders nodig. Oké, ja. Kijkers, broeders. Ja, jullie zijn helemaal geen broeders. Ja, hoe zijn er dan? Hoe heet mijn kijkers? Ja, ik heb geen idee. Ja, maar we hebben broeders, noemen we ze broeders. We gaan ze nou bij James. Broeders noemen ze broeders, ja. Maar daar zijn ze ook geen B-roeders. Nee, dat klopt. Ja. Nee, maar goed. Chat. Chat. Hey, help ons, tering. Wij willen geen comments van first. We willen gewoon dit moet je doen. En zo slay die osai. Waarom spring ik in één keer 600 meter hoog? Oké, dat is hey, maar help ons. Hoe slayen wij die Osiris-bos? We zijn er al verschillende afleveringen door dood gegaan. Het is very freaking frustrating, hè? Ja, best wel. Dus zeg het maar gewoon eventjes. Oké, leuk. Bedankt voor het kijken en vergeet zeker niet te abonneren op allebei onze kanalen en op broeders. Die is ook heel leuk. Ik zie jullie weer lekker bij alle volgende afleveringen van Arik en Siri. Flikker op. Oké, bye.